Vandaag op Rare Disease Day gaan we op bezoek bij het LUMC. We gaan de initiatiefnemers van het Dutch Center for RNA Therapeutics feliciteren met de opening van dit nieuwe centrum en vragen wat het centrum gaat doen voor patiënten met de spierziekte van Duchenne en andere nog zeldzamere ziekten. Dit nieuwe initiatief zijn we natuurlijk ontzettend benieuwd naar om daar meer over te horen. Kun je daar iets over vertellen? Hoe het ontstaan is? Wat het doel is? Het initiatief is ontstaan omdat we heel veel ervaring hebben met het ontwikkelen van exonskippen. Mede mogelijk gemaakt door alle funding van het Duchenne Pan Project door de afgelopen 20 jaar heen. En in Amerika hebben ze voor een patiënt met een hersenziekte hebben ze een exonskip medicijn gemaakt die alleen voor die patiënt toepasbaar is. En toen dachten wij, ja maar... Wij hebben de ervaring om dat zelf te doen, hebben wij ook. En daarom willen we in dit initiatief voor patiënten, hele kleine groepen, 1 of 2 of misschien 3 patiënten, met ziektes waar we lokaal de exonskipmiddelen kunnen injecteren, dus de ogen, het hersenen, misschien lokale spieren, daarvoor willen wij een therapie op maat ontwikkelen. Kun je aan ons vertellen wat dit centrum kan gaan doen voor patiënten met een zeldzame hersenaandoening? Ja, nou... Ik ben natuurlijk hier op de afdeling Humane Genetica gaan werken en daar was het exonskip natuurlijk ontwikkeld. En door samenwerkingen met Anamika ben ik dat gaan toepassen op erfelijke hersenaandoeningen. En we doen dat nu al veel samen voor grotere groepen patiënten samen met bedrijven. Maar het mooie van dit initiatief is dat we het nu ook voor echt hele kleine groepen patiënten kunnen gaan doen. En er komen al vaak patiëntengroepen of vertegenwoordigers van patiënten bij ons met hele unieke erfelijke hersenaandoeningen. Zoals SCA3 bijvoorbeeld en SCA1, maar ook het FOXP1-syndroom. En die families komen al naar ons toe om te vragen of wij ze kunnen helpen. Dus dit is natuurlijk een heel mooi centrum om voor die hele kleine groepen patiënten dingen te ontwikkelen. Wilt u aan ons uitleggen wat dit centrum kan doen voor patiënten met zeldzame ziekten? Nou, er zijn in Nederland alles bij elkaar wel 1 miljoen mensen met een zeldzame aandoening. Nou, dat is ongeveer 8% van de bevolking in Nederland. En zo'n 80% ervan is genetisch bepaald. Dus dat betekent ook dat een therapie die zich richt op de genetica een mogelijkheid zou moeten bieden. Nu zijn er binnen die hele groep wel een aantal grotere groepen waar wel interesse is van de farmacie bijvoorbeeld om daar in te zetten en veel onderzoek naar te doen. Maar er blijven heel veel kleine groepen over, zonder enkele patiënten soms, waar minder aandacht voor is. Terwijl daar misschien door het mechanisme of door de aard van de ziekte juist hele goede mogelijkheden zijn. Dus ik denk dat voor die groepen dit centrum een hele goede mogelijkheid zou zijn, omdat je juist gericht op die enkele zeldzame patiënt. Anderzijds moet ik zeggen, zijn we dus al 20 jaar bezig met het ontwikkelen van dit soort therapieën met de antisense oligonucleotide met de AON's. En dat heeft nog niet echt tot een doorbraak geleid bij de spierziekte. De ziekte van Duchenne bijvoorbeeld wordt al zo'n 20 jaar onderzoek gedaan met deze middelen. Maar dat richt zich steeds op het hele lichaam, om te proberen alle spieren in 1 keer te behandelen. Dat is natuurlijk een mooi doel en dat zou ook heel fraai zijn als dat lukt. Maar ik denk dat hier ook een kans ligt om juist te richten op enkele spieren of enkele spiergroepen. Een soort lokale behandeling die ook al best een groot verschil zou kunnen maken. Daar is toch tot nu toe te weinig aandacht voor geweest. En ik denk ook dat met dit centrum, als we ons daarop richten, dat er goede mogelijkheden zijn om daar een doorbraak te maken.